Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. We gaan naar Guyana om goede beslissingen te nemen, zegt president Santokki. Vicepresident Ronnie Brunswijk neemt waar als president. President Santokki neemt vernieuwde Sabaku Lounge op Johan Adolf Pengel International Airport in gebruik. En keuze voor COVID-19 vaccin wordt ruimer. We moeten samen ervoor zorgen dat er een nieuwe industriële ontwikkeling komt. Daarvoor is er leiderschap, goed bestuur, durf en moed nodig. Daarom gaan we naar Guyana om goede beslissingen te nemen. Woorden van president Chandrika Prasad Santokki enkele ogenblikken voordat het staatshoofd op dinsdag 17 augustus 2021 aan het hoofd van een presidentiële delegatie voor een officieel bezoek naar Guyana vertrok. Wij brengen nu hiervan de volgende reportage. President, Suriname en Guyana worden mogelijk twee grote spelers in de regio. Hoe zullen deze twee landen invulling geven aan hun rol, ook zodat het ten voordele komt van de regio? Ja, ten eerste moet er een goede samenwerking zijn. En gelukkig laten we die samenwerking op het hoogste niveau van gezag tot uiting komen, twee presidenten die echt serieus en vanuit hun hart willen dat het goed gaat in die samenwerking. Tweede is namelijk dat we ook een visie hebben. Namelijk dat wij met die oil en gas, en zeker die oil, de hoeveelheid die daaronder zit, de kwaliteit van olie, maar ook de bevestiging, middels die appraisal, dat wij kunnen groeien tot topproducenten van olie in de wereld. OPEC is daar nummer één. Wij hoeven misschien geen nummer één te worden. Pas op dat je met die hoeveelheid olie voor onze kust misschien kan groeien tot nummer 2, nummer 3, nummer 4 van de wereld. Nou, hier moet je samenwerken. Hier moet je ervoor zorg dragen dat je bepaalde zaken gezamenlijk gaat doen. Als het gaat om veiligheid, waarom moeten we afzonderlijk een satelliet gaan inhuren? Laten we samen een satelliet inhuren. En onze water daar controle. Onze olievelden daar controle. Laten we gezamenlijk gaan kijken of we in helikopters kunnen gaan investeren om samen daar te gaan patrouilleren. Laten we die twee coast guards bij elkaar brengen om samen te zorgen dat er een stukje veiligheid daar heerst. Laten we zorg dragen voor goed personenverkeer. En laten we een deal sluiten dat inderdaad die gaspijpleiding goedgekeurd kan worden door de beide staatshoofden, zodat we daarmee ook kunnen gaan starten. En dat daarmee een nieuwe ontwikkeling ontstaat in het westen van het land, maar tegelijkertijd ook industriële ontwikkeling op gang kan komen. In Suriname, ja. Hier heb je leiderschap nodig. Hier heb je goed bestuur nodig. Hier heb je durf en moed nodig om goede beslissingen te nemen, tijdig beslissingen te nemen. En dat is waarvoor we gaan naar Guyana, om goede beslissingen te nemen. Thank you.
Vice-president Ronnie Brunswijk neemt van 17 tot 20 augustus waar als president van de Republiek Suriname. Dit vanwege het vertrek van president Chandrika Persat Santokhi naar Guyana. Volgens de grondwet worden bij afwezigheid van het staatshoofd van het land de taken overgedragen aan de vice-president. Die zal dan fungeren als waarnemend president zoals vervat in artikel 98 lid C van de grondwet. Wij nemen u mee naar het moment waarop het protocol van overdracht werd getekend. Ik zal de protocol van overdracht voorlezen. Proclamatie van 17 augustus 2021 betreffende de waarneming van het ambt van de president van de Republiek Suriname door de vice-president van de Republiek Suriname. De president van de Republiek Suriname brengt ter algemene kennis dat hij vanwege zijn vertrek naar het buitenland op dinsdag 17 augustus 2021 te 15 uur voor korte tijd afwezig zal zijn en dat in dit verband daarmee de krachtens artikel 98c van de grondwet van de Republiek Suriname binnen het grondgebied van de Republiek Suriname het ambt van de president zal worden waargenomen door de vice-president van de Republiek Suriname, de heer Ronnie Brunswijk. Getekend Paramaribo 17 augustus 2021, Chandrika Persat Santokhi. Beste president. Ja, bedankt directeur. Motie van het kabinet van de president. Heer vicepresident, u hebt het net gehoord. Constitutioneel bent u daar aangewezen als waarnemer van de president. In verband met mijn afwezigheid. En we hebben vanaf ons aantreden één standpunt gehad. Eenheid van beleid. Eenheid van bestuur. En we hebben toegevoegd eenheid in leiderschap. En dat zal de basis zijn van ook het bestuur. En dat zal ook in ieder geval die verbondenheid zijn. Waar we net afspraak hebben gemaakt met de vicepresident. Dat wij volledig beschikbaar en bereikbaar moeten zijn. Als we elkaar nodig mochten zijn. En dat in ieder geval een ander land, in dit geval Guyana, geen probleem mag zijn om elkaar snel te vinden. Als het gaat om beslissingen waar we elkaar nodig gaan hebben in nationaal belang. Veel succes, toegewenst. Dank u wel. Bedankt. Dan hebben we hiermee dan de ceremoniële overdracht gehad. Maar uiteraard is de verantwoordelijkheid die de vicepresident krijgt een constitutionele. En voor de rest wens ik jullie allemaal te bedanken. We gaan naar Guyana om nationaal belang te dienen. En te zorgen namelijk dat de samenwerkingsrelatie verder verstevigd wordt, verbreed wordt, verdiept wordt. In het voordeel van beide naties en het voordeel van beide volkeren. Krachtig, blessings, all the best. De Johan Adolf Pengel International Airport beschikt over een vernieuwde VIP courtesy room. De Sabaku Lounge is onderdeel van de modernisering van de luchthaven. De nieuwe faciliteit werd op dinsdag 17 augustus 2021 door president Chandrika Persat Santokhi in gebruik genomen. Het staatshoofd benadrukte de belangrijke rol die de VIP Courtesy Room te vervullen heeft in de ontwikkeling van de Surinaamse luchtvaart. Kijkt u met ons mee. Ik ben verheugd dat ik deze handeling kan verrichten.
Omdat een week geleden we in een meeting zaten met ook directie van SLM om te praten over SLM, de positie van de SLM. We spraken ook diezelfde dag over onze agenda met betrekking tot de besprekingen die zullen plaatsvinden in Guyana. Samenwerkingsissue, grote issues, strategische issues. En dan moest ik aanhoren, namelijk dat er een issue hier was, vlak hier, waar er onvoldoende samenwerking was. En minister Biebes is hier. Ik heb maar één ding gezegd. Ik ga dinsdag vertrekken. En als het probleem niet is opgelost, ga ik het ter plekke oplossen. Ik ben blij dat jullie het hebben opgelost, anders had ik het opgelost hier zo. Want het kan niet zo zijn dat hier de visitekaart bij binnenkomst van reizend publiek, de laatste faciliteit voordat je Suriname verlaat, dat er hier nog een stukje onvrede is. Of onvrede die een stukje disharmonie creëert tussen twee belangrijke diensten. Die beide diensten zijn van de overheid. En ik ben blij, twee directeuren die daar nu staan, net als Sabaku en Chonjong, dat jullie het probleem hebben opgelost. Op een goede wijze. Maar ook duurzaam hebben opgelost om samen deze faciliteit te gaan beheren, te gaan leiden, te gaan gebruiken in het belang van het land. Op basis van win-win voor beide diensten. Dames en heren, een lounge heeft een bepaalde functie. Om toerisme te bevorderen. Een lounge is een plek van ontmoeting. Zoals nu. Maar een lounge laat ook een uitstraling zijn van hoe het land in feite ingericht is. Met de ontvangst, met de faciliteit, met de vriendelijkheid. En we zijn blij dat we dat vandaag hier weer zien. De eenheid, de samenwerking, de vriendelijkheid, de hartverwarmende omgeving, uitnodigend voor toeristen. En dit moet het ook zijn. Met deze woorden wil ik de minister van TCT en alle andere ministers die betrokken zijn, directielid RVC's, feliciteren met de weder in gebruikname. Nu een nieuw jasje, een nieuwe stijl van onze Sabaku Lounge. En laat het ook zo zijn dat met deze samenwerking wij ook duurzaam beleid gaan ontwikkelen om toerisme te bevorderen. Dat meer vliegtuigen hier moeten aanvliegen. Dat er een druk vliegtuigverkeer is met internationale samenwerking. Jullie kennen mijn visie. Sanderij Airport moet een hub zijn voor internationale luchtvaart. Vliegtuigen uit zuiden, hier landen, vanuit hier passagiers overnemen, verder naar oost, west, noord vliegen en omgekeerd. En dat is die uitdaging. Hier on the ground, in de luchtvaart, maar ook met de Suriname Airways. Dat die ook deze faciliteiten goed gaat aansturen. Dat we inderdaad deze doelen kunnen realiseren. Het gaat om dat SLM opgenomen wordt in een internationaal netwerk van luchtvaart, maar ook dat onze airport Sanderij opgenomen wordt, ook in een internationale netwerk van luchthavens, met name als lid, om te zorgen dat een hubfunctie hier krijgt. En iedereen gefeliciteerd, God bless you, thank you.
De keuze aan verschillende soorten COVID-19-vaccin in Suriname wordt steeds ruimer. Na AstraZeneca, Moderna en Sinopharm beschikt ons land binnenkort ook over het Pfizer-vaccin. Behalve dat mensen openstaan voor vaccinatie, is er toch wel een deel dat op basis van informatie liever voor een specifieke soort vaccin kiest. Dit laatste gegeven is veel beter dan dat men zich door verkeerde informatie laat afhouden van het prikje. Wereldwijd zijn er verschillende soorten vaccins, waaronder de vier eerder genoemde. Meerdere landen hebben succesvol hun inwoners met deze vaccins ingeënt. Weet dus dat u geen proefkonijn bent. De overheid zal er niet aan meewerken om uw leven in gevaar te brengen. Vaccineren heeft tot doel levens te redden. Hoe meer gevaccineerden, hoe kleiner de kans op ernstige ziekte en nog minder kans op overlijden. Laat u dus vaccineren. Tikas poiti. Kijkers, dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en wens u een prettige kijkavond verder. Goedenavond.